Helemaal Hollands vandaag de gast hier thuis bij sterren.nl. En we zijn wat lachje. Ik vind je zo schattig. Nee, maar het is, ik vind het gewoon een heerlijke avond hier met de mannen ook. En ja, elke keer als we natuurlijk muziek instarten, gaat het hier gewoon door het feest. En ik had nog even een... Een nagebbetje. Nou, en wij zijn ondertussen aangekomen bij de kijkersvragen. En de eerste kijkersvraag... We hebben er echt een heleboel binnengekregen. Dat is mooi. Dat is mooi, hè. De eerste kijkersvraag is van Kenny Blaas. Zegt het jullie iets? Van de voetbal. I don't know. En zij vragen, of zij vraagt, of hij... Wat is het? Kenny. Kenny is een jongen. Ja, is een man. Hoe komt het dat toch elke keer weer zo'n groot feest is als jullie optreden? Hoe komt het dat het toch elke keer weer zo'n groot feest is als jullie optreden? Groetjes, Kenny. Ik denk omdat we de leukste baan van de wereld hebben. Het is natuurlijk altijd actie-reactie. Ja, dat is wel cliché met het publiek, maar... Zelfs al hebben we een hut waar geen bal aan is, proberen Leo en ik toch nog de mensen te prikkelen. En als je dan ziet dat het toch weer lukt en je hebt samen humor op die vloer, dan ja, het is een wisselwerking. Vind je echt dat jullie de leukste baan hebben, Leo? Ja, nee, dat is absoluut zo. Ja, ja. Voor ons wel. Met alles erop en eraan. Niet alleen de optredens, maar ook alles eromheen. Wij zeggen het vaak gewoon, ja, we hebben het gewoon het allermooiste beroep wat er is. Ja. Voor ons dan, hè? Want, ja, want dat zal de tandarts ook vinden natuurlijk, anders wordt hier geen tandarts. Maar wij vinden vinden echt hartstikke leuk wat we doen. Zit met een gynaecoloog toch anders zo, denk ik. Hey, luister. Als gynaecoloog zie je wel mensen zoals ik gewoon... Nee. Angela. Oh, wat erg. Ik ga snel door met Patrice. Patrice wil weten, wat doen jullie voordat jullie het podium opgaan? Plassen. Ja, altijd? Ja. 2, 3 keer, 4 keer. Nee, ongelooflijk. Echt. En ik ben niet zenuwachtig. Nee, maar het is dan toch een spanningsdingetje. Nou, dat zal het zijn. Ja, het is, hij staat altijd... Want als het niet meer kan, raak je dan wel lichtelijk in paniek? Als iemand zegt, nee, maar je moet nu echt op. Ja, maar ik moet dat kan niet, want ik ga gewoon plassen. Want een keer werd de band gestart en ik stond gewoon erin in Dixie. Dat doe ik gewoon. Dus ik ga gewoon. Het is heel raar. Het is echt water kwijt. Want het is altijd... jullie komen natuurlijk in alle uithoeken van Nederland. Ja. In de meest gekke feesttenten en... Wat is nou het allemaal? Je zegt dat je staat in een Dixie en je hoeft geen plaats te noemen. Maar hebben jullie echt wel eens ergens gestaan dat jullie zeiden van... Ja, hier ga ik niet optreden. Dit is echt... Nee. Of hier ga ik niet plassen misschien. Of hier ga ik niet... Dit is echt too much. Dat doet u toch wel. Nee, optreden doen we altijd wel. Maar ik heb wel een klein dingetje wat ik wel meegemaakt heb. Dat wij dat we ergens aankwamen. En dat we zeiden... we zijn helemaal Hollands. Oh, daar komen optreden. Ja, rij maar naar achteren. Dan zie je het vanzelf. Nou, wij kwamen daar aan. Schuiven een stukje van de tent opzij. Staan band te spelen. Niemand aanwezig, maar ook helemaal niemand. Nou, band komt het podium af. Moeten jullie zingen? Ja, nou ga maar dan. Nou, geen presentatie. Geen presentatie, helemaal niks. Nou, wij het podium op. En mensen vieren een feestje. En wij zijn klaar. Nou, wij komen het podium af. Nog steeds niemand. En we dachten, nou, we wachten even 10 minuten, want diegene zal ons wel gezien hebben. Nul begeleiding. 0,0. We weten niet wie ons geboekt heeft. En 10 minuten later zijn we maar weggegaan in de auto. En dat vinden wij zelf nog steeds het meest bizarre wat je ooit meegemaakt. Ja, heel raar. Ben je wel betaald? En wel betaald. Jawel, jawel. Maar wat raar. Dat hebben we ooit een keer meegemaakt wat we zelf nog steeds heel raar vinden. Ja. Ja. Maar daar kan je achteraf ook wel om lachen. En daar lachen wij altijd. De mazzel is als je een duo bent. Dan sta je natuurlijk altijd sterker dan een solo-artiest. Ja. Die zal alleen staan, inderdaad. Het zal niet gebeuren. Het is vreselijk. Maar hebben jullie daar ook grapjes over gemaakt? Van, jee, wat is het hier vol? Hallo allemaal. Ja, maar gewoon dat zijn dingen die je wel bijblijven. Wij kunnen wel doen als er maar 10 man in de zaal zitten, alsof er 100.000 zitten, hoor. Ja. Daar zijn we goed in. Ja, echt waar. Ja. Want gewoon helemaal los. Die verdienen het gewoon natuurlijk ook om een feest te hebben. Ja, precies. Maar dat is dan dat feestje dat zo typerend is voor jullie. Ongeacht hoeveel mensen er zijn. We gaan verder met de volgende kijkersvraag. En die komt van Hendrik. En Hendrik vraagt zich af, wie van jullie is getrouwd? Allebei. Ja. Ik. Met allebei elkaar? Getrouwd. Nee, zou ik geen dag uithouden. Echt waar. Wij zijn allebei toch? Het zou kunnen, inderdaad. Ja. Allebei getrouwd, allebei getrouwd. Hendrik, dat is toch een duidelijke antwoord. Misschien nog even, hoe lang al? Ik 10, nee, 9 jaar. En ik 10, hè? En jij 10. Ik was voor jou. Ja, ja, ja? Ik 10, ja. Oké, okay. Jij had net nog wat gevraagd. Ja, want ik vond het leuk. Kerstsferen, misschien kunnen we eruit gaan... met een kerstliedje. Ook dat is leuk. Ja, jullie hebben erover na kunnen denken. Ja, moet wel inzetten goed, hè? Hoog inzetten. Ja, weet je, het goed volgt wel. De kleur altijd. Ik droom weer van een wit kerstfeest. Zo lang. Ik zet hoog in. Gooi hem hoog, doen. Heren, kom op, feestje. Feestje. Oké, okay. En
actie. Wij dromen van een wit kerstfeest. Zo aan het einde van het jaar. Gaan de boom versieren en kerstmis vieren. En wij zingen met elkaar. Wij. Geef een applaus helemaal, Rolands. Wij kijken eventjes naar Danny de Munk.